klopt in mijn keel. Wie had dat verwacht, dat Roy Donders op een onbewoond eiland zou gaan zitten? Nou, ik kan je vertellen, er komt een kant van mij naar boven die mensen nog niet kennen. Tenminste, niet op tv. Ik was vroeger echt een heel avontuurlijk kind. Ik bouwde altijd hutten, ik zat altijd in de bossen, ik was altijd aan het klimmen, aan het klauteren. Ik deed met ieder jaar met zeskamp mee en ons team won ook altijd met allerlei spellen. Door de modderbak, hindernisparcours, noem het maar op. En die kant kent dus niemand van mij. Maar waarom niet eigenlijk? Ja, weet ik niet. Dat heb ik je nog nooit kunnen laten zien op tv, denk ik. Dus ja, Robinson was voor mij wel een uitgelezen kans om een keer een andere kant van mezelf te laten zien. Ik neem aan dat je ook wel samen kijkt. Krijg je gekke appjes, reacties? Nee, mijn vader en mijn moeder en mijn zus en mijn zwager en mijn neefjes, die zijn alleen maar super trots. Die kennen mij dus wel als avontuurlijk kind. Dus die zien een stukje van mij zoals ik vroeger was. Dus die vinden het fantastisch om mij zo te zien. En echt een soort van Rambo Roy komt er in mij naar boven als ik in zo'n spel zit. Ja, echt heel bijzonder. Als je nu zelf naar die afleveringen kijkt, begin je al aan bepaalde mensen bijvoorbeeld te irriteren? Gisteren was Rob Geus die nogal onder vuur lag op Twitter. Rob Kneus werd hij zelfs genoemd, omdat hij is ook wel natuurlijk begrijpelijk. Ja. Ik bedoel, als je 10 seizoenen smaakpolitie hebt gedaan, of weet ik veel hoeveel dat hij er heeft gedaan. Ja. Dan mag je er toch wel van uitgaan dat iemand toch wel weet hoe je met bloem en meel en rijst en een pan en olie en vuur moet omgaan. Ja, maar dat is niet gelukt. Kijk, als bij mij de pannenkoek in de fik vliegt, dan zal niemand mij daar kwalijk nemen. Maar bij Rob natuurlijk wel. Ja. Dus ik denk dat hij zich iets beter had moeten inlezen in de temperatuur van de pan en in de samenstelling van het papje. Want dus je snapt die reacties wel? Ik snap die reacties volledig. Heb je hem nog gesproken? Ik heb hem nog wel gezien tijdens de perspresentatie. Maar hij zegt er niet zoveel over. Ik denk dat hij het ook zelf... Hij is er niet trots op, zal ik het zo zeggen. Hebben jullie een groepsapp? Ja, we hebben een groepsapp. We hebben allemaal in zitten. En de hele dag door krijgen we apps en tweets en berichtjes en dingetjes over of het wel of niet met expeditie. Vooral op zondagavond. Oh ja? Ja, op zondagavond gaan we los op de groepsapp. Ja, dan krijg je van iedereen te zien wie met wie Robinson zit te kijken. En hoe leuk het is. En de reacties die voorbij komen op Insta en Twitter en Facebook. Dus... ja, die groepsapp is echt goud. Ik heb een aantal vaste vrienden en vriendinnen. En dat zijn mijn vrienden. En ik ben eigenlijk niet zo'n type die heel snel nieuwe vrienden maakt. Maar ik heb wel echt mensen daar ontmoet. Waarmee ik zoiets bijzonders heb gedeeld. Wat je eigenlijk met niemand kunt bespreken. Dat ik wel echt met mijn hand op mijn hart kan zeggen dat Thomas, Tim en Kim echt in mijn hart zitten. Ja. En dat zal altijd wel zo blijven. We zullen altijd wel naar elkaar toetrekken. Of het echt een heel hechte vriendschap is of wordt, weet ik niet. Maar ja, ik heb wel een speciale band met hun. Ja. En op muzikaal vlak, want je noemt Thomas Berger. Op muziek. Daar ben je helemaal niet mee bezig als je daar op het eiland zit. Je bent niet bezig met muziek of met je carrière. Je hebt zoveel tijd. Ja, maar je bent niet bezig met je carrière of dingen die je thuis doet. Je bent alleen maar bezig met overleven, eten zoeken, hoe gaan we slapen, waar gaan we slapen. Je bent niet bezig met je carrière. Tenminste, ik niet. Nee. Nou, toch wel een beetje, want je hebt inspiratie opgedaan voor een nieuwe single. Nou ja, ik wil het eigenlijk geen inspiratie noemen. Het was er gewoon ineens. Ik werd wakker. En op het eiland? Ik werd wakker op het eiland. En toen had ik ineens gedroomd over mijn opa en mijn oma. En ik heb nog nooit gedroomd over mijn opa en mijn oma. Ze zijn nu 1,5 jaar dood en... ik heb er nog nooit over gedroomd. Dus dat vond ik heel bijzonder. En mijn oma stond aan de overkant van het water en die zwaaide naar mij. En mijn opa zat naast mij langs een kampvuur. Ja, heel bijzonder. Maar langs een kampvuur en die vertelde hoe goed ik allemaal bezig was. En dat hij trots is op de manier hoe ik en mijn zus en mijn ouders, hoe we doorgaan. En eigenlijk dat ze gewoon heel trots zijn. En dat ze het echt mee eens zijn hoe het nu loopt. Er is een tijd van komen. Ik denk ook, vorig jaar heb ik zo'n rotjaar gehad. En ik kan wel zeggen dat dit jaar wel dat ik mezelf dit jaar wel weer op de kaart heb gezet, zeg maar. En ik denk dat dat de boodschap is die hun wilde overbrengen. Van het is goed zo, laat het rusten. Je hebt altijd van ons gehouden, je houdt nog steeds van ons. Maar het is goed zo, ga verder. Geniet van de momenten die je hebt en geniet lekker van je leven. Al die mooie momenten die wij samen kennen. Zijn echt voorbij.